Welkom terug, trouwe kijkers en nieuwelingen op het internet die alles volgen wat met auto's te maken heeft. Of ook specifiek Saab. Hier staat een Saab uit 2002, bijna 22 jaar oud, waar ik de komende week het nodige aan ga doen. Met name de kap heb ik schoongemaakt. Die was, had een groene aanslag. Dat heb ik inmiddels gedaan. De auto heb ik inmiddels gewassen. Daar gaat een goede polijsbeurt overheen. En daarna een goede wax van Xeon. En het interieur. Daar ga ik het leder compleet van herstellen. Dus echt het complete gedeelte. Dus daar ben ik een aantal dagen mee bezig. En het is ook duotoon. Dus het is donker, zwart, donkergrijs. Ik denk zwart met donkerblauw. En ja, dus duotoon. Dus ik heb het nodige aan creatief met verf zijn, zo gezegd, om dat op te gaan knappen. Uiteraard interieur schoonmaken, uitstofzuigen, kunststof verzorgen, ramen, banden, velgen. Maar goed, dat is allemaal voor later. Ik heb ongeveer 5 dagen de tijd om deze klus te klaren. Uiteraard, zodra de binnenkant klaar is, ga ik aan de buitenkant beginnen en dan polijsten, dat soort zaken. Lakdieptereiniging moet ik ook nog doen. Dus genoeg om te doen. Ik ga je niet langer vervelen met een opsomming van de werkzaamheden. Dat zie je allemaal vanzelf al in deze vlog. Vind je het interessant weer om te volgen? Dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. En ik ga lekker aan de slag. Ik heb er zin in. Ik laat je een gedeelte van de binnenkant even zien. Ik ga beginnen met stofzuigen. Hier kun je zien dat het een duotoon leder is. Zwart met donkerblauw waar een soort lila tint overheen zit. En het, het heeft een bepaalde print ja, die ik nooit meer voor elkaar kan krijgen. Dus ik heb afgesproken met de klant dat ik het blauwe gedeelte weer gewoon compleet blauw maak. En niet gemêleerd zoals het er nu uitziet. Want dat is niet te doen. Dat is geen opgave. Dit is gewoon vanaf de fabriek zo gecreëerd. Op een fantastische manier. Dat moet ik wel toegeven. Want het is wel heel apart. Je ziet het bijna niet op, bij geen enkele auto. Alleen Saab heeft het, zover ik weet. Heeft het alleen maar. Dus ik ga daarmee aan de slag. Ik ga eerst beginnen om stofzuigen. En dan het leder compleet schoonmaken. En dan ga ik hier en daar. Moet ik een klein beetje plamuren. Want er zit hier en daar net even wat diepere krassen in. En met name de voorzijde is dat erg. En dan zit in de deurpaneel van de bestuurderskant er zit een heel klein brandgaatje. Dus die moet ik ook nog even lichtjes uitschuren en opnieuw plamuren. Of tenminste plamuren en dan daarna uiteraard verven. En de deurpanelen die hebben ook een blauwe stukken. Net als dit gedeelte. En de hoofdsteunen, in de, misschien dat je het kunt zien, is deze. Dit is ook blauw. Ten opzichte van de zitting en gedeelte. En dan hier nog wat stuk blauw. Zoals de achterbank ook heeft. En dat geldt zowel uiteraard voor voor of achter. Maar goed, voor nu eerst stofzuigen. Over het tapijt hangt een beetje een soort bruinige waas. En hier heb je nog wat andere vlekken in zitten die ik eruit ga halen. Goed, daar zie je al welke kleur van het leder wat ik al zo gezegd had. Hier het brandgaatje wat ik moet gaan herstellen. En op die manier gaan we verder met het interieur. Dit soort vervuiling schoonmaken. Randjes, dat soort zaken. Hier ook aan deze kant schoonmaken. Dit schoonmaken. En dan uiteraard nog de hele lak, lakdieptereiniging geven. En uiteraard ook, kijk, de onderkant van de deuren die smerig zijn. Ook dat hoort bij car cleaning. Je vraagt je af, Piet, waarom niet gewoon met de kap open? Normaal gesproken wel, maar de kap is nat. Dus die wil ik eerst droog hebben voordat ik hem ga opvouwen in de semi-kofferbak. Dus
Vandaar dat er een lamp in hangt om op deze manier het leren te reinigen en kunststof te reinigen. Want anders krijg je tijdens het opdrogen van de kap vouwen erin die je er niet in wil hebben. Zo, het interieur is schoon. En na het reinigen van leder kom je altijd de echte kleur tegen. En in dit geval... is het niet zwart, maar het is een soort auberginebruin. In combinatie met het blauw, wat ik al aangaf, door de zwart tint die doorheen zit, lijkt die blauw-lila. Nu het interieur droog is, of tenminste klaar is, kan het verder drogen. Ik ga nu voor morgen alvast de verf mengen. Zodat ik denk dat ik eerst, ik denk dat ik eerst morgen met het aubergine-achtige kleurtje aan de slag ga. En dan als laatste de blauwe delen. Voordat ik überhaupt daaraan kan beginnen, moet ik eerst nog even wat heel klein beetje plumuren hier en daar. Er zit hier en daar een heel klein, met name in de bijrijderskant, een heel klein sneetje in het leer. Dus dat moet ik even, en hier zit wat krakkelé. In dit gedeelte moet ik even smeren. En wat ik al zei, het brandgaatje hier in de stoel. En aan de achterkant valt het op zich nog wel mee. Dus nu het leer schoongemaakt is, zal ik even laten zien wat ik bedoel met... Kijk, zie je? Waarschijnlijk is het deel ooit lila geverfd of blauw geverfd. En daarna met een hele speciale printtechniek het zwarte oppervlakkige gedeelte gemaakt. Ja, en dat is voor mij niet na te bootsen. Ik ben heel creatief met kurk, bij wijze van spreken. Maar dit krijg ik niet voor elkaar. Dus vandaar dat het leer een egale... blauwe, lila-achtige kleur gaat krijgen. En inderdaad, wat ik al vermoedde na het bekijken van het leer, is het is inderdaad aubergine met dat blauw-paarsachtige kleurtje. Ik ben begonnen met plamuren hier en daar, zoals je hier gezien hebt. Hier het witte, dat is allemaal plamuur. Om het krakeleeën te verminderen, CQ te verwijderen. En er zit hier ook nog een klein beetje. En ik ben begonnen met... Het aubergine gedeelte een testproef te maken, een teststuk op de leuning van de stoel om de kleur te matchen. Goed, dan loop ik even naar de andere kant. Zo, en hier zie je het plamuur in het brandgaatje. Dat moet drogen. Dan kan ik het nog even, want het zal ongeveer iets wel slinken, omdat er natuurlijk vocht in zit. En dan aanvullen, er weer licht uitschuren en dan kan dit gedeelte weer blauw paars gemaakt worden. Hier, het is nog een beetje nat, maar ja, gaat naar de goede kleur. Tot zover. Interieur schoongemaakt, kap is schoon, uitgestofzuigd. Het leer gereinigd, compleet, een plamuur gegaan, wat schadeherstel en inmiddels het aubergine-bruine leer inmiddels geverfd. Dat is klaar. Dus ik loop voor op schema. Morgen verder met het blauwe gedeelte. En kijk... Elke dag dat ik eerder klaar ben, heeft het leerverf ook langer een dag om in te werken, op te drogen, uit te harden, et cetera, et cetera. Dus het is, op zich is het, heeft het ook wel een voordeel dat ik wat voor op schema ligt. Dus ik kan het ook wat langer binnen hier drogen. Voordat de wagen vrijdag weer terug gaat naar de eigenaar. Ik vind het leuk geweest. Het is inmiddels bijna 6 uur. En, morgen weer een dag. Dus vandaag het blauwe gedeelte wat ik ga aanpakken. En als dat klaar is, dan beginnen we langzamerhand aan de buitenzijde, het exterieur van de Saab.
op de laatste puntjes na, hier en daar nog even het dashboard wat verder reinigen en dat soort zaken. Het bruine gedeelte is fraai geworden. Het is nu alleen het blauwe gedeelte nog wat gedaan worden. Ik heb inmiddels, voordat ik de camera startte, heb ik even snel nog het brandgaatje even wat nog meer met plamuur aangevuld. Dat kan nu de laatste millimeter kan drogen. En dan kan ik daarna dat lichtjes opschuren. En kan ik dat gedeelte van de deurpaneel ook blauw verven. Zo geldt dat ook voor de stukjes die ik hier gedaan heb. Daar nog een stukje. En dan ga ik beginnen met de verf mengen. Even een update met betrekking tot het verven van de blauwe gedeelte. Zoals je kan zien, nu heb ik de rechterstoel heb ik gedaan. De linkerstoel moet ik nog doen. De reden wat die wat donkerder uitpakt, is het feit dat dit heeft al 22 jaar zonlicht gehad en UV-straling. En wat ik al aangaf, ik kan dat gemaleerde kan ik niet nabootsen. Dus ik heb de kleur van de kap heb ik genomen, het blauw van de kap. En daar verf ik de delen mee op de stoel. En dat sluit behoorlijk nauw sluitend aan de kleur van de kap ten opzichte van dit. Want dit is wat matter, maar dat komt omdat het licht opgeschuurd is. Om een goede hechting van de verf te krijgen, dus dan is die wat matter. En als die mat is, iets wat mat is tussen exact dezelfde kleuren, blauw, de een wat mat is en de andere glanzend, heb je het gevoel dat er 3 tinten, 4 tinten, misschien wel 10 tinten verschil in zit. Puur door reflectie. En dat zie je dus nu hier dus ook gebeuren. Ondanks dat de kleur praktisch gelijk is. En ik heb een wat meer afgestemd op de kap. Hij is nu wat donkerder, omdat uiteraard het is nieuwe verf. En nu kan de verkrijting of de vergrijzing weer plaatsvinden door middel van zonlicht, op het moment dat het kapje open is en in de zomer in de zon ermee gereden wordt. En dat geldt eigenlijk voor alle materialen wel. Dat geldt voor je kapje, je kunststof, dat soort zaken. Maar dat is voor met leer is met name helemaal gevoelig. Je ziet ook vaak dat als je een auto ziet uit konterijen van Spanje, Italië, als die geïmporteerd is en je hebt met name sedans, is dan kun je zo'n hele goede brandrand zien van het zonlicht, wat helemaal het leer kapot is, uitgebeten, helemaal compleet verkrijt en er zit bijna geen kleur meer op. Ja, UV is gewoon een hele krachtige vernietiger wat dat betreft. Dit even zover. Ik heb inmiddels mijn bakje koffie op. En ik ga nu aan deze stoel beginnen. Tot zover even een update. Alle delen die blauw moeten worden, zijn inmiddels 1 keer geverfd. En het gaat er bijzonder strak uitzien, al zeg ik het zelf. Tijd voor het te laten drogen, dat sowieso, voordat er een tweede laag op gaat. En misschien een derde laagje, we moeten even kijken. Ja, tot zover. Het gaat de goede kant op. Het leerverven duotoon is klaar. Overzien met blauw. Waar ik een heel klein beetje rood doorheen gedaan heb om hem de wat meer paars look te geven. En het interieur matcht nu mooi als geheel. En ook mooi met de kap nu. Het leer kan nu drogen de komende dagen. En dan ga ik morgen verder met de buitenkant. En dan begin ik als eerste met lakdieptereiniging. En daarna ga ik hem in een aantal stappen polijsten. En uiteindelijk voorzien van wax. Dus voor zover van vandaag. Het zit er weer op. En morgen weer een dag.
Zo, we zijn inmiddels weer een dag verder. We zijn er de volgende dag aangekomen. Buitenkant, exterieur, onderhanden nemen. Ik ga zo eerst even de softtop afplakken. Zodat ik aan de buitenkant veilig kan werken zonder dat ik het softtopdak vervuil. Dan ga ik eerst beginnen met lakdieptereiniging en dan uiteindelijk mijn machines bij elkaar zoeken en dan aan de polijst activiteit beginnen. En zo bouwen we het langzamerhand af richting het einde van het project. Maar goed, zover zijn we nog niet. We gaan eerst eens even het dak afplakken. Zoals je ziet, het dak is inmiddels afgeplakt. Ik ben al begonnen met lakdieptereiniging. En om aan te geven hoe smerig lak kan zijn, ook na het wassen. Dit zwarte komt gewoon van de lak af. En dat is allemaal boomhars, industriële vervuiling, asfaltspetters, vliegroest. Dat haal ik allemaal van de lak af, wat je met regulier wassen niet van de lak af krijgt. En dat is nu eenmaal een proces waar je niks aan kan doen, tenzij je één keer of twee keer in het jaar zelf handmatig lakdieptereiniging wil toepassen. Echter, na lakdieptereiniging, of zoals in de meeste het nu wel genoemd, kleien, moet je daarna wel polijsten. Want je stukje klei, die zal uiteindelijk toch een soort schuurpapier worden. Om A, toch het vuil ervan af te krijgen. En B, het laat hele lichte krasjes achter. Dus je zal altijd moeten polijsten. Dat is een nadeel van lakdieptereiniging. Alleen het biedt veel meer voordelen. Het weegt niet op tegen de voordelen van echt schone, zuivere lak. En als je al het vuil van de lak afgehaald hebt, dan haal je al zoveel glans terug. Dat is bizar. Maar goed, het laatste stukje zit in het goede professionele polijstwerk. Waar je eigenlijk net dat laatste stukje kerst op de taart zet. Mede met een lakbeschermingsmiddel wat je op de lak zet. En dat kan dan zijn een sealant, een wax of een keramische coating. En in dit geval gaat er twee componenten wax op. Eerst een sealant en daarna gooi ik er een wax overheen. Ik moet nog een heel klein stukje afwerken met lakdieptereiniging. Ik moet de bumper nog even doen. De spiegelkap nog en het raamstijl. Maar goed, dan moet je natuurlijk uiteraard eerst zakken. En dan daarna ga ik mijn spullen bij elkaar zoeken voor het polijstwerk. Dit is een cruciaal onderdeel van het goed cleanen van een auto. En het vergt wel wat tijd. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik ga het laatste stukje even afmaken en dan zie ik je zo meteen weer terug. Dit reinigingsstukje zit erop. Ik heb het laatste stukje afgemaakt. En ik heb een redelijk vaste hand. Maar echter met dat 22 jaar oude kunststof ga ik het niet opzoeken. Dus ik ga het even netjes afplakken. Om ervoor zorgen dat er per ongeluk met mijn polijstmachine tegenaan komt en dus witte of brandvlekken geeft. We gaan tenslotte schade herstellen en geen schade maken. Gedeeltelijk. Want wat ik al aangaf, met lakdieptereiniging maak je lichte krasjes en kan je ook soms marring veroorzaken. Zoek die maar op. Goed. Ik ga voor de rest even afplakken en dan zien we zo meteen terug. Zo, here we go. Eerste stap, rotary met Xeon Step 1. En nu zie ik dat mijn pet niet helemaal recht erop staat. Zo, dat is beter.
Even laten zien wat licht verweerde, oppervlakkige, blanke lak kan doen met glans. En je ziet, er hangt een bepaalde sinaasappel effect op de lak, want de kap is een keer gespoten. En niet in een van de... Het is op zich wel strak, maar het had mooier gekund. Nu naar de linkerzijde, naar één stap polijsten, rotary. Hoeveel winst er al gehaald is ten opzichte van deze kant. En dan is het pas het begin. Nog beter voorbeeld van rechts en links. Iets hoger zetten, iets meer overzicht. Eerste rondje polijsten rotary zit erop. Daar ben ik wel de nodige uurtjes mee bezig geweest om überhaupt een beetje goede glans terug in de lak te krijgen. Want ja, zilver is dat betreft een hele makkelijke of een hele moeilijke lak. Soort, kleur, niet zozeer qua reflectie, maar qua ook wel reflectie, maar ook krassen. Met bepaald licht zie je ze niet en met bepaald licht weer wel. En zilver zie je vuil, slechte lakken, dergelijke zie je op zich niet zoveel. Tenzij je er een goede lamp op zet en dan komt de schade naar voren toe. En de lak die kon wel wat liefde gebruiken wat dat betreft. Dus het eerste rondje rotary zit erop. We gaan nu het volgende ronde rotary naar een medium. Ik ben eerst met een compound bezig geweest. En ik ga nu naar een medium en dan, daarna ga ik het afbouwen naar excentrisch. En dan heb ik vandaag en morgen alweer de nodige uurtjes gedaan. Goed, tot zover. Tijd voor een bakje koffie en dan gaan we weer lekker verder. Oh, en mocht je de spetters op mijn shirt zien, ik was iets te vroeg met het inknijpen van mijn polijsmachine. Dus ik zat helemaal... Of ik zit helemaal onder de polijspetters. Maar goed, dat hoort erbij. De rotary is ook voldaan. Nu nog excentrisch. En dan is de lak qua polijsten klaar. Dan nog ontvetten. En dan de Xeon Sealant Paint Protector op. En daarna de Sealant Wax. Dan rest mij ook nog, wat ik ook nog ga doen, is even de ramen op glanspolijsten. Niet op schade, maar op glanspolijsten. En ik moet de kap nog even impregneren. Maar goed, we gaan eerst nog excentrisch polijsten. En dat is nog, nog een uurtje vandaag nog en dan de rest morgen. Step 3. Bam! Polijswerk zit erop! Jee! Weer een stap verder in het einde, naar het einde van het project. Ik vind het leuk geweest voor vandaag. Ik ga morgen weer lekker verder.
met ontvetten, sealant wax, paper protect en de rest. Maar dat is voor morgen. Inmiddels aanbeland bij de volgende dag. En het eerste wat ik ga doen is de ramen polijsten op glans. Niet op schade, op glans. Dus alle vervuiling op het glas weghalen. Want alleen een glasreiniger zo nu en dan zal niet helemaal volstaan om je glaswerk echt goed schoon te houden. Maar goed, daar is het polijstwerk voor. De kap heb ik al netjes afgeplakt, dus dat kan in ieder geval niet smerig worden. Dan valt het op zich nog wel mee qua spetteren. Stralend helder glas. Op de vervuiling van de binnenkant nog daar. Dat moet ik nog doen. De resterende ramen nog. En dan zien we ze nog weer even terug. De ramen inmiddels gepolijst. Zijn schoon. Aan de buitenzijde. De binnenkant moet ik nog doen. Zoals je ziet. Ik heb het plastic precies omgedraaid. Het is nu de waag die afgeplakt is. Zodat ik de kap kan impregneren. En daar gaat het schuimpje van mijn microfoon. Zo, ik pak even de camera op. Het raampje netjes afgeplakt. De wagen voor de rest afgeplakt. Zo, even terug in de houder. Excuus voor het trillende beeld. Veiligheid boven alles. Ik wil die nevel niet inademen. Zo, dit laten we even drogen en dan doen we daarna nog een keer een laagje. En dan is hij weer goed. 2 keer geïmpregneerd, plastic verwijderd. We gaan nu aan de Paint Protect beginnen. Maar voordat we daar aan beginnen, we eerst altijd even de lak ontvetten. Voor een meest optimale hechting van je beschermlaagmiddelen. Zoals ik altijd al verkondig. Xeon Paint Protect. Nog lekker ouderwets met de hand aanbrengen, invrijven. En oppoetsen. Laten drogen van 5 tot 10 minuten van het plaatdeel. Tijd om het uit te poetsen. Alleen de sealant, deze Paint Protect geeft al een waanzinnig mooi parel effect op de lak.
Zo. Dan gaan we hem even naar poetshoogte brengen. En als allerlaatste haal ik het tape er vanaf en dan ga ik de kunststof verzorgen. En nu de sealant wax. Krijg je spierballen van? Nee, wel zeer warm. Vermoeide armen. De kunst van waxen is zo dun mogelijk. Dan hoef je het minste uit te poetsen, want de chemie doet zijn werk toch wel. Zo, even een update. Je hebt me net inzien wrijven van de sealant wax. Dat heb ik inmiddels ook uitgepoetst. Ik heb inmiddels ook even de banden en het kunststof gedaan aan de zijkant. Ik ben nu het laatste stukje bezig met de ramen aan de binnenzijde. En dan heb ik nog een aantal kleine dingetjes te doen. En dan is in principe bijna het project klaar. En dat rest nog even stofzuigen. Het leer nog even invoeden, vetten. Nou ja, vetten en voeden. Matten er terug in. En dan gaan we al aardig richting het einde. Dus we gaan de goede kant op. De kant op waar we naartoe willen. Even raar gezegd. Mooi project. Absoluut. Ik ga het laatste dingetje afmaken en dan kom ik straks nog even bij je terug voor het einde van de vlog. Tot straks. Saab 9-3 Cabrio project is klaar. Een aantal dagen bezig geweest met deze zilveren Saab uit 2002. Bijna 22 jaar oud. Even een opsomming van de afgelopen dagen. Ik heb het interieur, daar beginnen we het eerst even mee. Uitgestofzuigd, matten schoongemaakt, het interieur dashboard verzorgd, kunststof verzorgd, het leder schoongemaakt. En hier en daar wat schadeherstel gedaan. Het leer ontvet. En uiteindelijk de voorstoelen en de achterbank, de hoofdsteunen en de deurpanelen opnieuw geverfd. Compleet. In de kleur donkerblauw, wat het neigt naar de kap. En het aubergine bruine gedeelte. En dat geldt voor alle panelen en alle stoelen en achterbank. Dus het is een duotoon, zoals ze dat dan noemen, in het lederinterieur. Om even bij het interieur te blijven, ik heb uiteraard aan de binnenkant de ramen schoongemaakt, uiteindelijk ook het leer. Nadat dat een aantal dagen heeft kunnen drogen, heb ik het gevoed en het is weer zacht, het voelt weer vol aan en het ziet er weer strak uit. Gaan we door naar de buitenkant. Na het wassen heb ik uiteraard lakdieptereiniging toegepast. Waardoor je al het vuil van de lak aftrekt. En uiteindelijk in een aantal stappen gepolijst. Zowel rotary als excentrisch. Daarnaast heb ik de ramen op glans gepolijst. Zien er weer heerlijk strak en glanzend uit. De kap had ik ook al schoongemaakt voordat ik de wagen naar binnen ging zetten om überhaupt te beginnen aan het project. Schoongemaakt en inmiddels is die ook geïmpregneerd, zoals je gezien hebt. Ik heb het kunststof verzorgd aan de buitenzijde. De banden heb ik gedaan. De velgen heb ik nagelopen. De velgen die worden nog een keertje hersteld. Dus daar heb ik op zich weinig aandacht aan gegeven, want ze zullen toch gezandstraald moeten worden om vervolgens weer opnieuw zilverspuiten en nieuwe Saab centreerkapjes. Ja.
Je krijgt van mij, zoals normaal gesproken, altijd nog even het bekende rondje van de zaak. Die zou je zo meteen te zien krijgen. Met één mededeling is dat de softtop krijg ik niet open. Op een of andere manier geeft hij een foutmelding. Dus de dealer zal in deze dagen dit even de kap even na moeten kijken. Dus de foto's en het filmpje van het interieur zal vrij sumier zijn. Ik had er eigenlijk een mooie shot van in gedachten. Maar goed, dat gaat helaas dus niet lukken. Jammer genoeg, ondanks bij dit project. Dus ik zal trachten met de verlichting het interieur wat zichtbaarder te maken. Zodat je een idee krijgt van de voorgaande beelden die je gezien hebt. Hoe het interieur nu geworden is. En dan uiteraard nog het bekende rondje van de zaak. Dus tot zover. Ik heb heerlijk genoten de afgelopen dagen met de werkzaamheden die ik uitgevoerd heb. En ik zou zeggen op naar de volgende. En dat wordt een Volvo C70 Cabrio softtop. Waar ik ook het nodige aan moet doen en in de IGL Quartz keramische coating mag gaan zetten. Rest mij alleen nog te zeggen, dank voor je belangstelling. Vind je het filmpje leuk? Geef me een duimpje. Wil je me volgen? Hit subscribe of volgen. Rest mij alleen nog te zeggen, dank voor je belangstelling. En wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao. Goed, zoals gezegd, doe ik het even zo met een lamp om te laten zien wat het leer compleet in duotoon herkleurd is. En er is wat schadeherstel aan toegepast, dus het ziet er weer lekker nieuw en strak uit. Dan gaan we even naar de voorkant, maar dan moet ik even het een en ander regelen, dus ik zie je zo terug. Nou, dat geldt dus uiteraard voor de voorzijde ook. Deurpanelen. Dit is het deurpaneel waar dat gaatje in zat, wat weggewerkt is. En de rest van het interieur is weer schoon en netjes. Nu nog even het rondje aan de buitenzijde.